Yes! 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 Het is me gelukt. Het leven is compleet. Wauw. Het is me eindelijk gelukt. Na al die jaren toe te werken naar dit punt is het me eindelijk gelukt. Ik heb een epische fotobom gedaan. Op een groepsfoto. Van alle BN'ers van Nederland zo ongeveer. I got this. Op het internet met zeg maar typen zoals Gordon en Gerard Joling en Chantal Jansen. Maar als je naar die foto kijkt denk je, oh wat een leuke gezellige foto. Inderdaad, oh je ziet ook wat nieuwe YouTubers en zo. Oh, wie is dat? Wie de fuck durft het aan om dat te doen? It's me boy. It's fucking me boy. Goed, dat was de binnenkomen van vandaag. Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Elvin. Wow. Het is een mooie tijd. Oké, het is een mooie tijd voor jou. Het is een mooie tijd voor mij. Want ja, jij moet waarschijnlijk weer terug naar school of aan het werk. En dat is fucked up. En het is een mooie tijd voor mij. Omdat ik toch redelijk richting die 600.000 abonnees ga. Mensen, we hoeven nog maar een paar. En dan gaan we wel. Damn. En het is een mooie tijd. Want mijn beste mattie Peter, a.k.a. Petrus, heeft een nieuw YouTube kanaal. Dus ga sowieso checken. Hier zo. Hier ook. Wow, Peter. Ga naar Peter. Hey. Abonneer op zijn kanaal. Want bij 300.000 abonnees voor het eind van deze maand doen wij een gratis meet and greet bij ons op het terras. Ergens. Amsterdam. Top. We gaan over op de orde van de dag. Namelijk, ik heb, zoals je misschien hebt kunnen zien of lezen of whatever the fuck, een tatoeage. Ik heb inderdaad een tatoeage laten zetten op mijn lichaam. Mama, sorry. Ik weet dat ik een historie heb aan stomme, lelijke grapjes richting jullie, waarin ik deed alsof iets zo was, maar dat uiteindelijk gewoon één grote prank was. Nou, dit is wel echt zo. En voor het geval dat ik me niet geloof, foto's! Het is toch dankjewel. Ik was serieus al gewoon in bed. Nina was echt zo van, nee, ik ga nog even dit doen. Ik ga nog even de kat aaien. We hebben niet eens een kat. Moet je nagaan. En op een gegeven moment ging de deurbel. Toen was echt zo van, oh ja, weet niet, was vast verkeerd aangebeld. 2 minuten later staan Kai en Nessie voor mijn deur met een fucking megafoon. Nou, kom mee, we gaan het tatoeage laten zetten. En vandaag zit ik hier om jullie een beetje meer info te geven over waarom ik dan een fucking Lego blok op mijn arm heb gezet. Oh ja, ik was trouwens vergeten om even te showen. Ja, jullie gaan waarschijnlijk denken dat een plakplaatje is, maar er zit nog een beetje huidschilfertjes overheen. Maar ja, dit is hem. Dit is mijn allereerste tatoeage. Nou, hoezee. En hoor ik jullie denken, yo, Kelvin, what the fuck? Waarom zet je in godsnaam een Lego blokje op je arm? Oh, oh shit. Mensen, het is weer zover. Serieuze Kelvin komt even naar boven. We gaan weer even een serieus gesprekje hebben over het leven. Zijn jullie er klaar voor? Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Serieus Zijn met Kelvin. Ik ben hier vandaag om jullie te mededelen dat ik een tato heb laten zetten. Met een mening, ik bedoel, een betekenis, die voor mij nogal lekker is. Oké, ik ga dit zo goed en duidelijk mogelijk proberen uit te leggen. Maar fuck it, voordat we dat gaan doen. Ik heb reacties van mijn vrienden. Laten we kijken. Yo. Wat? Alles goed? Ja. Doe je ogen dicht? Ja? Ogen dicht houden. Yo, kijk maar. What the? Oh, jezus. Het is... Ik dacht dat hij echt was, man. Hij is ook echt, broer. Is hij echt? Ja, serieus. No way dat jij een Lego blok op je arm hebt getatoeëerd. Ja, serieus. Ik maak geen grap. Waar is het bloed dan? Je gelooft het niet, hè? Nee, dit is echt een nuchter gedoe die ik gewoon in tijden heb gezien. Ja, het was dit hele ogen dicht gedoe, daardoor voelde het echter dan het is, man. Nee, maar het is ook echt, broer. Het ziet er wel uit, als hij echt was, dat het echt een dure... Hij is ook echt, Mogol. Ik ken echt 2 personen op aarde die gewoon niet zomaar zo'n tattoo zouden nemen. En dat zijn letterlijk jij en ik. De rest van Nederland zou het misschien doen, maar jij echt niet. Ik zie het, joh. Je gelooft het gewoon niet. Yo! Yo! Hey! Ik wil je iets laten zien. Yo. Heb je ogen dicht? Ready? Ja. Ja, kijk maar. Jesus! What? Oh, groot, jongen. Mooi. Jij vindt hem fucking lelijk. Nee, ik vind hem niet lelijk hoor. Maar okay. Ik wist dat je het keuze had. Ik mag hier blijven staan. Okay. Nee, ogen dicht houden. Ogen dicht houden. Oké, kijk maar. Holy shit! Nee! Ja, mijn broertje. Man. Ik dacht zo van, oké, kijk, ik heb een nieuwe app gemaakt. En dat je dan iets ging laten zien, zo van dat je daar met telefoon was. Ja, precies. Maar dat was het niet! Quinten geloofde het niet eens. Quinten begon letterlijk dit eraf te pielen. Zo van, nee, ja, het is gewoon een plakplaatje, man. Nee, ik geloof het wel, want het is ook allemaal een beetje rood en shit. Ja. En als het nep is, dan vind ik een slechte prank. Ja, dat is echt fucking. Sorry Gio, no offense at Gio. Maar dan dacht ik van, ja. Zo reageerde mijn matties dus op die tattoo. Moet je nagaan. Ik haal dus aardig veel jokes uit dat gewoon mijn beste mattie, Quinten, gelooft het niet eens. Ik zie jullie allemaal zitten, allemaal nadenken van, hé Kelvin, maar waarom dan die fucking Lego blok in mattie? Ik zal dat even uitleggen. Ik heb erover nagedacht van, oké, moet ik nou doen alsof het gewoon totaal geen betekenis heeft? Zo van, oh Kelvin, wat random dat je gewoon een Lego blok in mijn arm laat zetten. Maar nee, het heeft wel degelijk een betekenis, namelijk 2 betekenissen. De eerste is het minst diep, namelijk de allereerste filmpjes die ik maakte op het internet waren
stop-motion Lego filmpjes. Dat is zeg maar niet de hoofdreden voor de tattoo. Maar het is wel een leuke bijkomstigheid waar ik later aan dacht. Van ik dacht, hé, best vet toch. Maar de hoofdreden voor deze tattoo, en dit is het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Het leven bouwen. What? Ik draai er echt de hele tijd omheen. Maar dat komt omdat ik niet zo goed weet hoe ik het moet uitleggen. Ik ben best wel geobsedeerd door shit bereiken. Zo van 1 miljoen abonnees halen. Een betrouwbare jonge man zijn waar je op kan bouwen. Mijn relatie met Nina goed in stand houden. En dat gewoon voor de rest van mijn leven. Zeg maar zulke shit. Ik wil gewoon allemaal dingen bereiken. Ik kan moeilijk op mijn arm zetten. Ik wil dingen bereiken. Punt. Had gekund trouwens. Alles wat je wil bereiken in je leven is een huis. Dus eigenlijk wil je een huis bouwen. Like, je hebt niet in één keer een huis. Het is niet dat je in één keer van dag op nacht een huis hebt. Dat is hetzelfde als met 1 miljoen abonnees. Je kan niet verwachten dat als je met YouTube begint, dat je in één keer in een dag 1 miljoen abonnees hebt. Dus wat moet je doen om dat te bereiken? Fucking steentje neerleggen, boy! Het is letterlijk dat. Ik geloof gewoon in dat als je een huis wilt bouwen, dat je moet focussen op het individuele steentje. 1 steentje per keer, goed neerleggen. Kijken daarna, oké, ik ben er trots op. En we gaan weer door, volgende steentje. En ja, dan duurt het een paar jaar voordat je een fucking huis hebt. Maar uiteindelijk heb je het huis dat je altijd wou. Dat is waar het voor staat, letterlijk. Ik wou eerst een baksteen, want ik dacht, oké, weet je, een baksteen dat is eigenlijk dat. Maar Lego blokken vond ik dan leuker en grappiger. Maar dat is gewoon letterlijk wat het is. En ik merk gewoon aan heel veel mensen om me heen die ambities hebben om bijvoorbeeld acteur te worden of presentator of whatever the fuck, dat ze gedemotiveerd raken omdat ze denken, hey, ik wil een huis bouwen, maar ik zie nog geen huis. Fuck die shit, ik stop ermee. Terwijl als je je gewoon focust op per keer dat steentje, en als je gewoon afsluit van de rest, voor je het weet heb je gewoon een muur en dan denk je, oké, ik ben best wel lekker onderweg. Zelfs de video die ik nu maak over de betekenis van mijn tatoeage is een steen in het huis van wat ik wil bereiken. Nee, het gaat echt diep. Het gaat echt fucking diep. En hetzelfde is met persoonlijke relaties. Zo van, weet je, als jij ervoor kiest om een bloemetje mee naar huis te nemen naar je chickie, of een hele lieve schat, check this out, I got them flowers, boy. Dat is ook een steentje aan je relatie. Serieus, het is fucking klein. Stel er eigenlijk niks voor, maar het is wel iets kleins wat je meeneemt in de Dat is het verhaal achter mijn tattoo. En de vraag, Kelvin, heb je er spijt van? Nee. Ben je er blij mee? Ja. Ik kijk al een paar ochtenden in de spiegel, want jij gaat dan de hele tijd zo naar kijken van, what is it? How does it look today? En dan elke keer denk ik, wauw man, ik ben zo fucking blij. En ik wou dit al een half jaar, hè. Alleen ik ben gewoon die luie guy die dat niet zelf doet. Want ik heb geen zin om dan een tatoeëerder op te bellen. En dan zeggen, hey, hoeveel kost het om kan ik niet. Daar ben ik echt slecht in. Maar als iemand letterlijk s'nachts naar mijn huis komt en zegt, Kelvin, je komt nu mee. We gaan nu een tattoo zetten. Dat is het beste cadeau wat je me kan geven. Serieus. Lang verhaal kort, ik hou van jullie mensen. Mocht je nou steeds denken dat deze tatoeage nep is, nou ja, dat kan. Dat is niet waar. En that's it, boy. That's it. Abonneer op mijn kanaal, want ik heb bijna 600.000 abonnees. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Let's go, boy! We'll be right back.